Auto versnelt. Starter kan hier een valse start voor geven, maar doet dat niet. Start is gevallen. Goede start aan de binnenkant van Helsinki Newport en die pakt makkelijk de kop. Helsinki Newport. Fout voor de 4. Kweltas de Miak. De 4 springt de bocht door en het is afgelopen voor de 4. Deelnemer die aan de buitenkant nu daar voorbij gaat is de 6 Goliath du Vivier. En daar komt hij aan de buitenzijde. Die wil de leiding graag overnemen van Rote Gatter. Helsinki Newport aan de binnenkant. Buitenkant daarnaast Goliath du Vivier. Daarachter volgt Knockout Invicta. Vijfde plek voor de favoriet. Jipstar N. 4 is eruit. Dat staat in beeld. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. En Rote Gatter geeft niet zomaar af. Hij moet echt gas geven aan de buitenzijde. Mark Moes. En hij pakt nu de leiding over met Goliath du Vivier. Komt de 9 aan de buitenkant. Jipstar N. En zo gaan we de volgende bocht alweer in. Leiding in handen van de 6 Goliath du Vivier. Dan Helsinki Newport. Dan Knockout Invicta. Daar komt aan de buitenzijde naar voren Jipstar N. En daarachter volgt dan Maradona Slipper, de 10. Zo rond dat groepje van 5e bocht komt nog een 6e paard bij aansluiten. En de rest is te ver weg om nog iets te kunnen doen in deze koers. En Goliath du Vivier leidt. Daar gaat Helsinki Newport van de benen. Helsinki Newport was naar het tweede spoor gewisseld. Maar verwisselt ook de draf voor de galop. En daardoor is hij weg. En daar komt de favoriet nu naar de tweede plek. Jipstar N. Zo gaan de paarden de rechterbocht nu in. Leiding in handen van Goliath du Vivier. Jipstar N ligt tweede. Knockout Invicta krijgt een hele fijne koers aan de binnenkant. Daarachter volgt dan Maradona Slipper. Kopgroepje van 3. En Wester gaat ook naar het tweede spoor. Gaat achter de 6 vandaan. Ook in de kopgroep aangesloten. Nu is de nummer 8 Fils du Nil. Galoppaarden daar van de 6 aan kop. Goliath du Vivier alsof Wester dat aan zag komen. Want hij was er mooi op tijd achter vandaan. Hij ligt nu achter de favoriet die de leiding heeft overgenomen. Jipstar N. Jipstar N. Knockout Invicta. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Daarachter wordt fel gestreden voor plek 3. Aan de buitenkant komt naar voren Fils du Nil, de 8. Die gaat nu op plaats 3. Paarden gaan de laatste bocht nu in. En het gaat tussen Rick en Rick. Waarbij de ene Rick kampioen kan worden. En de andere Rick nu de aanval gaat openen. Tenminste, hij probeerde het even. Maar hij gaat weer terug naar binnen met Knockout Invicta. Paarden gaan de laatste bocht doorkomen in de laatste rechte lijn. En het is Jipstar en die leidt. Knockout Invicta ligt er vlak achter. De derde plek lijkt geboekt voor paard nummer 8 Fils du Nil. Daar komt Knockout Invicta aan de buitenzijde. Hij gaat het proberen bij Ebbingen. Maar Ebbingen zegt nee hoor, dat gaat niet gebeuren. Lengtevoorsprong. En als Ebbingen deze wint, dan is hij weer kampioen van Nederland. En dan gaat het op lijken. Hij heeft de lengte en die geeft hij niet meer weg. Jipstar en met de kampioen, de nieuwe kampioen Rick Ebbingen. Tweede Knockout Invicta. Derde wordt paard nummer 8 Fils du Nil. En vierde wordt nog de 10 Maradona Slipper.